Circa 57.000 controleren hun persoongegevens. In aanloop naar de verkiezingen van mei 2020 is het ministerie van Binnenlandse Zaken bezig met het actualiseren van het kiezersregister, oftewel de kiezersadministratie. Tijdens de voorlopige terinzagelegging van de kiezerslijsten in de periode 30 augustus tot en met 30 september hebben circa 57.000 kiesgerechtigden hun persoonsgegevens gecontroleerd op de bureaus voor burgerzaken, de mobiele locaties en via de CBB-website. Dit zegt Michael Cromo Di Meggio, hoofd van de afdeling ICT van het Centraal Bureau voor Burgerzaken en coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten. Volgens Cromo Di Meggio heeft het gros, ruim 42.000 kiesgerechtigden, zich op de BVB's aangemeld. De mobiele locaties werden aangedaan door ongeveer 7500 personen en op de website hebben zich 6500 mensen aangemeld. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.